Seizoen 3 alweer van de Kennismakerij Revue. En deze eerste aflevering staat in het teken van de Nationale Poëzieweek. Te gast is literatuurwetenschapper Kila van der Starre. Kila promoveert op poëzie buiten het boek en is expert op gebied van straatpoëzie. Ja, mijn persoonlijk favoriete straatgedicht in Tilburg is misschien wel die over het rode fietspad van Nathan de Groot. En of die er vandaag in gaat zitten? We gaan het zien. We wensen je heel veel kijkplezier. Ik ben heel benieuwd of jullie dit gedicht kennen. Hier kabbelt het water van nu naar later. De open brug is een pas op de plaats aan de stroom. Een stilte kruist er je droom. Herken je het gedicht misschien uit de openbare ruimte? Want hier is het gedicht te lezen aan de onderkant van de brug. Een gedicht van Nick J. Zwart in een vormgeving van Sander Nijnens te lezen onder de Lijnsheikenbrug. En wat gebeurt er nou eigenlijk met een gedicht als je het plaatst in de openbare ruimte? Wat er gebeurt is dat verschillende woorden in het gedicht meer of iets anders kunnen gaan betekenen dan als je bijvoorbeeld het gedicht leest in een boek of op het internet. Hier zien we dat het woord hier bijvoorbeeld deze locatie, deze brug benadrukt. En we zien ook dat open brug en stroom en kruisen echt iets anders gaan betekenen omdat er hier water is en omdat water en wegen elkaar hier kruisen. Mijn naam is Kila van der Starre. Ik ben literatuurwetenschapper aan de Universiteit Utrecht en vandaag ga ik het hebben over straatpoëzie. Ik ga jullie heel veel voorbeelden laten zien van straatgedichten in Tilburg en ik ga jullie van alles vertellen over dit eeuwenoude fenomeen. En misschien ken je dit gedicht wel. Het gedicht Blinde Vlek van Nick J. Zwart, te lezen op de hoek tussen de Tuinstraat en de Willem II-straat. Het gaat als volgt. Blinde vlek. Wat een mens toch in deze woorden ziet. Er staat wat er staat en zelfs dat niet. Wat interessant is aan dit muurgedicht is natuurlijk de vormgeving. Die letters, die blauwe woorden op een witte muur vallen heel erg op. En als je vanaf een bepaald perspectief kijkt, dan lijkt het net alsof de woorden je tegemoet springen, alsof ze uit de muur komen. Wat ook opvalt is het thema van het gedicht, want waar gaat het eigenlijk over? Het gaat om zien, waarnemen, maar je zou ook kunnen zeggen het gaat over poëzie. Het lezen van poëzie, het luisteren naar poëzie en op zoek gaan naar betekenis. En wat ik als literatuurwetenschapper ook nog zie in dit muurgedicht, is dat er een verwijzing in zit naar een gedicht van Martinus Nijhoff. Hij schreef een heel lang gedicht, A-water, en daarin schreef hij: lees maar, er staat niet wat er staat. En dat is een soort slogan geworden van Nijhoff over hoe we naar poëzie moeten kijken. Er staat eigenlijk meer dan wat er staat. En hier heeft Nick J. Zwart ervan gemaakt: er staat wat er staat en zelfs dat niet. Dat is eigenlijk weer een knipoog naar de vormgeving van dit gedicht. Want er ontbreken twee letters. De I in blinde en de E in zelfs. Dus de eerste en de laatste regel. En al die betekenissen samen, dat is wat straatpoëzie kan zijn. Voordat ik meer ga vertellen over het fenomeen straatpoëzie, wil ik even uitzoomen en iets zeggen over poëzie in Nederland in het algemeen. Want leeft dat eigenlijk wel een beetje? In 2017 ging ik op pad met NOS op 3 om dat aan de mensen op straat te vragen. Poëzie is toch met die moeilijke woorden van gij en zij. Poëzie lijkt me meer zo'n romantisch gedichtje of wat dan ook. Het trekt me niet en het is voor mij, in mijn ogen is een heel oud, voor oude mensen. Het staat op muren, maar ook op de onderkant van een brug of op een putdeksel of in de stoeptegels. Het idee bestaat dat poëzie dood is
En die conclusie wordt vaak getrokken uit de verkoopaantallen van poëziebundels. Maar als we veel breder kijken dan het boek, dan zien we dat de Nederlanders eigenlijk op allemaal verschillende manieren poëzie ervaren. Wat ik in die video uitleg is dat poëzie op heel veel verschillende manieren bestaat. In Nederland en Vlaanderen en eigenlijk in heel de wereld. En een van de hoofdvragen in mijn onderzoek aan de Universiteit Utrecht is: op welke manieren komen volwassenen in Nederland in aanraking met poëzie? Ik heb daarvoor enquêteonderzoek uitgevoerd samen met Stichting Lezen en het Nederlands Letterenfonds. We hebben toen aan 1000 respondenten gevraagd hoe vaak zij 40 verschillende poëzieervaringen meemaken. En gezegd, hoe vaak maakt u dat mee en wat vindt u daarvan? Ik zal jullie zo meteen de grafiek laten zien van de top 10 poëzieervaringen in Nederland. Die grafiek is trouwens ook te vinden in mijn proefschrift Poëzie buiten het boek. Dit is de top 10. Wat je ziet staan is op nummer 1... naar poëzie luisteren of poëzie lezen tijdens bijzondere gebeurtenissen. Daarbij moet je denken aan uitvaarten, bruiloften en op geboortekaartjes. Op nummer 2 is geëindigd poëzie op televisie. Daarbij kan je denken aan huisdichters van televisieprogramma's en losse gedichten die soms worden uitgezonden. En op nummer 3, daar is hij, straatpoëzie. Het tegenkomen van gedichten in de openbare ruimte is een hele belangrijke en veel voorkomende poëzieervaring in ons land. In de rest van de top 10 zie je ook bijvoorbeeld poëzie in het interieur van mensen, in kranten, in tijdschriften en ook zeker op social media. Maar ik ga het dus hebben over straatpoëzie. Gedichten op muren, gevels, ramen, stoeptegels, monumenten, schuttingen, bruggen, tunnels. Alles wat je kan bedenken, je kan overal een gedicht tegenkomen. Maar wat is de definitie van straatpoëzie dan precies? Nou, dit is de definitie die ik in mijn onderzoek gebruik. Straatpoëzie is poëzie die dag en nacht gratis voor iedereen toegankelijk is, voor iedereen te lezen. Dus als het in iemands huis hangt, hè, of in de wachtkamer van de tandarts, dan valt het wat mij betreft niet onder straatpoëzie. Maar wat is poëzie dan? Want dat is natuurlijk een belangrijke vervolgvraag. Ik hanteer een hele brede definitie van poëzie. Alles is poëzie wat als poëzie gepresenteerd wordt. Dus als de gemeente zegt, dit is een straatgedicht, dan is het wat mij betreft een gedicht. Als iemand op Instagram zegt, ik ben een dichter, hashtag poëzie, dan is dat voor mij poëzie. Dat is de definitie die ik hanteer. In 2017 heb ik deze website opgericht, straatpoëzie.nl. Want ik kwam er namelijk achter dat iedereen wel een straatgedicht kent, maar niemand kent ze allemaal. En daardoor was er nog nooit een inventarisatie gemaakt van straatpoëzie in Nederland en Vlaanderen. Dus op straatpoëzie.nl kan iedereen voorbeelden aanmelden van straatgedichten en die komen dan op de kaart te staan. Dus bijvoorbeeld als we inzoomen op Tilburg, dan zien we hier verschillende rode labels. En in de stad van Tilburg zelf zitten er best wel veel dicht bij elkaar. En ieder rood label is een gedicht. Op de site kan je een foto vinden van het straatgedicht, informatie over de dichter, over de plek, wanneer het gedicht is aangebracht. Misschien is het gedicht ondertussen ook alweer verdwenen. En op die manier verzamelen we samen heel veel data over het fenomeen straatpoëzie. Maar hoe oud is dat fenomeen eigenlijk? Is dat iets nieuws? Bestaat het al lang? Ik zei het al, het bestaat al eeuwen. En soms als je door het centrum van een oude stad loopt, kan je zelfs die hele oude straatpoëzie tegenkomen. Bijvoorbeeld in Amsterdam dit gedicht van Joost van der Vondel uit 1581. Nog steeds tot op de dag van vandaag te lezen in de Kalverstraat. En wat er staat boven de ingang van een oud weeshuis: wij groeien vast in tal en last, ons tweede vaders klagen. Ai, ga niet voort door deze poort, of help een luttel dragen. Oftewel, want Vondel schreef dit gedicht speciaal voor deze plek in Amsterdam. Als je het weeshuis binnenkomt, moet je wel even helpen. Geef een beetje geld, help even mee met de kinderen of met het koken. Dus dit straatgedicht van Vondel uit de 16e eeuw is heel erg functioneel. Is echt een boodschap aan de lezer. En wie zijn de initiatiefnemers van straatpoëzie? Want hoe komen al die gedichten eigenlijk in onze openbare ruimte? Nou, uit mijn onderzoek blijkt dat dat van alles kan zijn. Soms zijn het gemeentes die iets op een monument willen aanbrengen, of de overheid bijvoorbeeld.
Het kan ook zijn dat een stadsdichter het initiatief neemt. Vaak hebben zij een potje geld om bijvoorbeeld een muurgedicht te realiseren. Maar het kunnen ook scholen zijn, buurtcentra en zelfs particulieren of graffiti-kunstenaars die tijdelijk of permanent een gedicht achterlaten in de openbare ruimte. En waarom doen mensen dat? Wat zijn de doelen van straatpoëzie? Ook daar zien we een grote verscheidenheid in mijn proefschrift. Mensen doen het bijvoorbeeld om poëzie te democratiseren. En daarmee bedoel ik dat mensen het doel hebben om gedichten aan de mensen te brengen. Ook de mensen die nooit een poëziebundel kopen of lenen. Het gebeurt ook om mensen te verheffen. Namelijk het idee dat poëzie en literatuur in bredere zin ons betere mensen maakt. En dat als je een gedicht in de openbare ruimte plaatst, dat die buurt dan misschien zelfs een betere buurt wordt. Ook gebeurt het dat straatgedichten worden aangebracht om de geschiedenis in herinnering te houden. En daarbij kan je denken aan gedichten op monumenten, waarin bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog wordt herdacht. Maar ook bijvoorbeeld om een bepaalde geschiedenis van een literaire auteur die ergens heeft gewoond te behouden. Of om de geschiedenis van een hele regio te vatten in poëzie. Bijvoorbeeld in Friesland zijn er ook heel erg veel gedichten die over die geschiedenis gaan. En vergeet ook zeker niet het doel van identiteit creëren. Dat gebeurt bijvoorbeeld ook weer bij monumenten, om de Nederlandse identiteit via onze geschiedenis vast te houden. Maar ook bijvoorbeeld om regionale talen, streektalen en dialecten te vatten in poëzie. En tenslotte, het gebeurt ook dat straatpoëzie wordt aangebracht om geld mee te verdienen. Je betaalt natuurlijk niet om het gedicht op een muur of een andere drager te lezen, maar er kan ook een hele toeristische business rondom staan. Bijvoorbeeld als een toeristische trekpleister of bijvoorbeeld mensen meenemen op wandeltochten of fietstochten langs al die gedichten. Het is tijd voor nog wat meer Tilburgse voorbeelden van straatpoëzie. Wat dacht je van deze? Misschien ben je hem wel eens tegengekomen. Ook een gedicht van Nick J. Zwart, hier aangebracht aan het Burgerijpad in 2013. Een nest, een mand, een huis, een land, een plek, een pad, een tuin, een stad, een stam, een boom, een vrucht, een droom. Heel opvallend vormgegeven, zo groot als het gebouw, bijna niet te missen en met twee verschillende kleuren. Het is een opsomming, dit gedicht. En wat er wordt opgesomd zijn dingen die je tegen kan komen in de openbare ruimte, waar je op dat moment begeeft, maar bijvoorbeeld ook in het huis of in de tuin. Dus eigenlijk worden hier in het gedicht verschillende ruimtes die we allemaal kennen samengebracht in taal. Of wat dacht je van deze? Een gedicht van een van de oude stadsdichters van Tilburg, Esther Porcelein, aangebracht in 2018 in de Lange Straat op initiatief van de buurtbewoners. Zij wilden iets moois, iets prikkelends aan de muur en kozen voor een gedicht. Ik herken je aan je haren, je schouders, hoe je loopt. Is het goed als ik in jou verdwaal? Wil jij dan in mijn verhaal? Daar kan ik je voor altijd bewaren. En hier is gekozen voor een mooi ontwerp in allemaal kleine tegeltjes. Een soort mozaïekgedicht. Omdat het er mooi uitziet, hè, het prikkelt, hè, wat staat er nou precies. Maar ook omdat het onderhoud hier goed te doen is en het gedicht waarschijnlijk heel lang te lezen blijft. Voor sommige gedichten moet je even heel goed kijken. En voor in dit geval moet je zelfs bewegen. Als je in Tilburg door het Wilhelminapark loopt en langs de rand blijft lopen en naar beneden blijft kijken, dan lees je het complete gedicht Roeien van Martinus Nijhoff. En er zijn ook mensen online die van iedere letter een foto hebben gemaakt en in een fotocollage het gedicht zelf hebben samengesteld. Ook bruggen zijn hele populaire dragers van straatpoëzie. Er zijn verschillende bruggen in Tilburg waar je gedichten kan tegenkomen. Bijvoorbeeld hier in de Reeshof op een brug in de Dongenvallei, een gedicht van Nick J. Zwart. En hier op de foto wordt hij er nog opgestickerd in 2010. Wat ik als literatuurwetenschapper interessant vind, is om te kijken naar straatpoëzie op twee manieren. En hiervoor leen ik een theorie van mijn literatuurwetenschapcollega George Bornstein. Hij zegt namelijk, alle teksten, en dus ook alle poëzie, hebben twee verschillende soorten codes.
Aan de ene kant heb je de linguistische code. Dat zijn alle verbale elementen van een gedicht. Dus de tekst zelf. Als ik bijvoorbeeld zeg uit hoeveel woorden bestaat dit gedicht, dan kijk je naar de linguistische code. En als ik zeg rijmt dit gedicht of niet, kijk je weer naar de linguistische code. De andere code, zegt Bornstein, is de bibliografische code. En dat is niet de taal van het gedicht, maar de drager en de context. Dus hoe wordt het gedicht aan ons gepresenteerd? In boekvorm zou het bijvoorbeeld kunnen zijn het type papier, de kleur van de inkt, maar ook bijvoorbeeld het omslag van het boek. En bij straatpoëzie gaat het om wat voor verf is er gebruikt of zijn het stickers. En wat voor locatie is het gedicht eigenlijk te lezen? Is het een drukke plek in de stad? Is het een brug? Moet je naar beneden kijken? Moet je wandelen door het park? Al die elementen horen bij de bibliografische code. Bornstein zegt, en dit gebruik ik ook in mijn onderzoek, allebei die codes geven betekenis aan poëzie. Dus niet alleen maar wat er staat heeft betekenis in zich, maar ook hoe het er staat. Ik zal jullie daar een paar Tilburgse voorbeelden van geven. Dit gedicht kennen jullie misschien wel, ook al is het nu een tijdje niet meer te lezen in de stad. Een gedicht van Nick J. Zwart dat op de ring is geschilderd en dus ook functioneerde als een zebrapad. En wat het gedicht hier aan de lezers toont is het volgende. Ik ging naar Tilburg om de ring te zien. Als dagen vlogen ze voorbij, de auto's en bussen. Het werd groen. Ik liep door, meerdere weken kwijt en toch geen spijt. U gaapt, u kijkt, de tijd verstrijkt. Het is precies wat het lijkt. U bent gezwicht voor het rode licht en wacht. Verstoken van een tune, doodleuk op de lente en het groen. Nu is dit een gedicht dat we heel goed zouden kunnen begrijpen als we het op papier lezen. Maar hier op straat in Tilburg komen er een paar woorden naar boven die heel veel meer gaan betekenen. Bijvoorbeeld de woorden groen en rood. Want dit gedicht is zo vormgegeven dat je de ene helft van het gedicht kan lezen als je aan de ene kant van de straat staat en het andere stuk van het gedicht aan de andere kant. En voor de ene mensen staan de stoplichten op groen en voor de andere groep mensen op rood. Dus hier speelt de dichter Nick J. Zwart met die bibliografische code van zijn poëzie. Hij heeft de linguistische code in taal geschreven en de bibliografische code hier op straat geeft ook betekenis aan dit gedicht. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor dit gedicht van Carla Witjens, te lezen in de Kommerstraat op een brug. Dit is trouwens in Berkel-Enschot, dus buiten Tilburg. Het is een gedicht dat 10 meter lang is, dus ook hier moet je bewegen, lopen of fietsen om het hele gedicht te kunnen zien. En het is één lange zin, zonder hoofdletters, zonder interpunctie. En het gaat als volgt. Elke dag staat hier de wereld voor je op zijn kop. Wanneer je gedachten in het water glijden, zich wortelen als bomen zonder grond met takken, die rimpelend langs vissen strijken, in een oogopslag alles samenkomt, terwijl een eend over wolken zwemt, wiegt de brug in de lucht een dansende vlek of spiegelt het water je maar wat voor. Hele mond vol. We zien hier natuurlijk heel veel elementen in de bibliografische code van het gedicht die terugkomen in de linguistische code. Dus die thematiek van bewegen door de wereld, een eend, bomen, wortelen. En zelf ben je daar in de natuur en misschien zie je wel al die elementen die in het gedicht benoemd worden. Dat is een extra betekeniseffect dat niet zou bestaan als je dit gedicht enkel zou lezen in een boek. Rond scholen wordt straatpoëzie ook veel gebruikt. En dit vind ik een hele mooie van Erik van Os bij basisschool Gerardus Majella in Hulten. Je ziet aan de vormgeving, dus weer die bibliografische code, dat er gespeeld is met het thema van het gedicht. Steen. Reizend door mijn rugzak vond ik tussen restjes rijs die steen, die zo mooi voelde toen ik hem vond. Die ik meenam, omdat ik wist, eenmaal thuis, onder in mijn rugzak, die steen vinden, dat moet iets moois zijn. En hier in het ontwerp is gekozen voor een tas en een steen. Dus we zien die steen in die tas, net als in het gedicht wordt benoemd. En het gedicht zit eigenlijk ook in die tas in deze vormgeving. Bovendien zijn sommige woorden gekleurd in dit gedicht, waarbij je ook nog basisschoolleerlingen zou kunnen leren over type woorden en spelling en grammatica.
Ook bij dit gedicht van I. Nee is gespeeld met die spanning tussen de linguistische en de bibliografische code. Dit gedicht bestaat uit 2 strofen en allebei zijn ze aangebracht aan de weerszijde van een bankje, waar je kan gaan zitten om het gedicht te lezen, maar ook om van je omgeving te genieten. Dag, er is licht. Er is blijk van wijd land. Alleen soms gewas werpt een wal op tegen verter, blauwer, vager, haast lucht. Leen de plek, ook ik zat er eens. Kijk, stilte maakt velden. Nog wijder. Een toren is windstreek, een stad nog enkele gedachten. Uitzicht trekt toe of opent seizoenen. Lucht strijkt oren en gras. Snaren te over, hoor. Zo stil of je doof bent en daarom te horen. In dit gedicht staat ook ik zat er eens. Waardoor, als je het gedicht leest op die plek, je ook aan de dichter denkt. Hij of zij was hier ook, heeft ook deze plek gezien, heeft ook de ervaringen gehad die ik heb en heeft dat in een gedicht gestopt. En wat hier ook interessant is, aan de ene kant van het bankje gaat de strofe vooral over zien en aan de andere kant van het bankje gaat het vooral over horen. En misschien word je daarom wel uitgenodigd om op die 2 zintuigen te gaan focussen om en om als je daar op het bankje zit. Mocht je geïnteresseerd zijn in straatpoëzie en mocht je heel veel straatpoëzie willen ontdekken, dan kan je naar straatpoëzie.nl gaan om te kijken waar de gedichten zijn in jouw buurt of misschien wel op hele andere plekken in Nederland en Vlaanderen. Mocht je een straatgedicht tegenkomen dat nog niet op de kaart staat, dan kan je het gedicht ook aanmelden op straatpoëzie.nl. Zo maken we samen de database van straatpoëzie groter en groter. Ik wil graag afsluiten met een van mijn lievelingsstraatgedichten. Een gedicht van Ellen Warmond, hier in Tilburg. Ik kon hem even niet vinden vanochtend, maar hij is aangebracht in de jaren 90. En het gedicht heet Poëzie. Poëzie is een steen die een steen ontmoet en moet slikken van ontroering. Een wonder, maar nog onvertaald. Want zonder taal zijn er alleen een steen en een andere steen. Dankjewel, Kila. Hartstikke interessant. En wel leuk dat je ons meegenomen hebt langs de straatpoëzie in onze mooie stad. Ja, en wil je zelf aan de slag met poëzie thuis of bijvoorbeeld omdat je voor de klas staat? Check dan eens in de bibliotheekcollectie het boek Woordentemmen, waar ook Kila aan mee heeft gewerkt. Voor nu bedankt voor het kijken en ja, graag tot de volgende. Thank you.